Nee, maar... Wat een verrassing. Kom binnen. Ja, je dacht natuurlijk dat ik er niet meer was. Maar zoals je ziet, ik ben springlevend. Ik heb een prachtige plek na al die jaren gevonden hier in Zuidwest-Zalland. Ik voel me hier bijzonder op mijn gemak. En ja, ik woon hier heerlijk. Ik vind het fantastisch. Ja, ik zal je vertellen, ik ben ook nog behoorlijk bij de tijd hoor. Ik lees natuurlijk dagelijks in de Bijbel, dat spreekt voor zich. Maar ook het nieuws uit de parochies, uit de 12 parochies mag ik wel zeggen, dat volg ik heel nauwgezet. Zeer interessant, bijna een jaar aan de gang. En ja, in een enorm proces van fusie. En ik ben ongelooflijk vereerd dat ik patroonheilige ben van die 12 parochies. Nu ik het toch over de parochies heb, over de 12 parochies heb, valt me op de verscheidenheid. Weijen, Boerhaar, Olst, Boskamp, hè, plattelandsgemeente zou je kunnen zeggen. Deventer, stad, oude stad, typische stad, Heilig Hart, Broederenkerk, de Radboudkapel, Maria Koningin, de Vianney, helemaal vernieuwde kerk in Komschater. Bransma en Schalkhaar en Lettelen. Is het geen prachtige verscheidenheid? Gratia. Lekker herfstweer. Ja, zoals ik je verteld heb, loop ik dus heel regelmatig hard. Heerlijk. En dat geeft me verschrikkelijk veel energie. En ja, ik loop me warm. Je zou kunnen zeggen, ik loop me warm voor het geloof. Ben op reis, al weet ik niet waarom. Maar ik luister naar de stilte en die zet mij om te gaan. En al verlaat ik al mijn vrienden, moet ik overal vandaan. Toch weet ik, er is geen anders voor en daarom ga ik door. Dit is mijn houtopslag. Het is natuurlijk bescheiden. En ik heb ook niet de illusie dat ik heel Zuidwest-Zalland ermee kan verwarmen. Maar het is natuurlijk wel symbolisch. Ik ontsteek nu het vuur in de kachel. En ik hoop dat dit vuur symbool is voor de toekomst die de 12 parochies tegemoet gaan. En die mijn naam dragen. Averhilde, hebben de schapen al gegeten? Weet je wat nou het leuke aan deze schapen is? In de eerste plaats, ze komen uit Engeland. Dat zijn Kerry Hill schapen. Dus dat vind ik toch altijd leuk, omdat ik nog eventjes weer aan Engeland kan denken. En ze zijn als het ware mijn grasmaaimachine. Ze houden hier de boomgaard schoon. Waardoor ik tijd heb om mijn energie aan andere dingen te besteden. Je moet ze natuurlijk wel datgene geven... Wat ze kunnen verteren. Nu gaan we nog even naar de kip. Averhilde is jaren geleden bij mij gekomen en doet fantastisch werk, zoals alle vrouwen in
Zuidwest-Zalland in de geloofsgemeenschap. Leven het vrijwilligerswerk van de vrouwen, maar ook van iedereen, ook van de mannen. Ja, en nu je me vraagt terug te kijken op het afgelopen jaar, dan mag ik toch wel zeggen dat er een hoop gebeurd is, hoor. Tjonge, jonge. Begon meteen al met de wisseling van de wacht. En wie had dat nou gedacht ook, hè? Harry die ging weg en Joachim kwam. En dat niet alleen, maar hij kreeg ook meteen de sleutels van maar liefst 12 parochies in handen. Zoals iemand ontvangt de sleutels van de 12 huizen van de God. Ja, Joachim die had het natuurlijk goed voor elkaar, want hij vierde ook meteen zijn zilveren jubileum in de Maria Koningin in Deventer en in Weijen. Nou, de kerken stroomden vol, dus het kan wel. Heb ik ook altijd gezegd trouwens, hoor. En, nu we het over Joachim hebben, wist je dat hij dol is op een Polonaise? Tenminste, dat zag ik hem laatst doen bij de vrijwilligers van Olsboskamp. Tjonge, jongen. En bij het afscheid nemen van Willemien in de Titus Brandsma-kerk, daar was hij zelfs aan het schilderen. We hebben natuurlijk nogal wat kerken in de parochie. En ik zag de afgelopen jaar heel veel stijgers, bouwvakkers. De hanen verdwenen van de torens in Boerhaar, Weijen en Boskamp. De ramen werden dichtgetimmerd. En ik moet zeggen, ik hield mijn hart vast. Maar het komt goed. En ook het zout heeft daar natuurlijk een geweldige ondersteunende rol. Dat ze ons elke keer op de hoogte houden van wat er gebeurt. Je kunt het heel goed volgen. We hebben natuurlijk oude kerken, we hebben nieuwe kerken, we hebben traditie, we hebben vernieuwing. En het is toch hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers zich daar op allerlei manieren voor inzetten. Ik vond bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van de traditie, de jaarlijkse zegening van de graven en van de urnen. In de Vianikerk is men van plan om de buurt in te gaan. Dat is natuurlijk ook een initiatief waar ik helemaal achter sta en wat ik erg toejuich. We willen weer contact maken met mensen, met hen in gesprek raken en van hen leren waar hun verlangens en hun problemen liggen. En we willen de komende jaren de pastorie ombouwen tot een echte herberg van huis. Men gaat mensen thuis opzoeken. Ja, ik heb dat natuurlijk vroeger al gedaan. Ik deed dat al eeuwen. Maar nu doen de mensen het zelf ook gelukkig. Er is nog een ander punt wat ik graag wil aanstippen en waar ik de aandacht voor wil vragen. En dat zijn de kinderen. Ik denk dat het voor kinderen heel belangrijk is dat ze op jonge leeftijd bij de kerk worden betrokken. Ik zou liever nog wat meer kinderen in de kerk willen zien. Maar ik weet dat er heel veel aan wordt gedaan. Neem bijvoorbeeld Schalkhaar, waar een grote groep de eerste heilige communie heeft gedaan.
In de Broederkerk hadden ze een kerk voor de kids. Dank u voor deze mooie zorgen. Dank u voor het in de oude zorgen. Bij u komen maar. En in Titus Brandsma hebben de kinderen meegedaan aan een hele mooie kinderkruisweg. En dan natuurlijk 11 november, Sint Maarten, een mooie lampionoptocht. Waar ik ook nog bij stil wil staan, het afgelopen jaar is het vertrek van Willemien en haar opvolging door Leo als pastoraal werker. En ik vond de introductie van Leo wel heel toepasselijk. We hebben de beelden natuurlijk gezien, dat bootje waarin hij symbolisch de IJssel moest oversteken. En dat was natuurlijk met een knipoog naar mijn verleden, want zo ben ik ook ooit hier in deze streken terechtgekomen. En ik vond dat heel toepasselijk en ook heel creatief gevonden. En het spreekt natuurlijk vanzelf dat ik Leo ongelooflijk veel succes wil toewensen in, mag ik het zo zeggen, zijn kruistocht in Zuidwest-Zalland. Ik wil nog even stilstaan bij een traditie, en wel een belangrijke traditie in Boerhaar, waar elke keer als iemand een jubileum viert, de fanfare erbij wordt gehaald. De fanfare die komt op als er een jubileum wordt gevierd, zoals bij Jan, die zijn gouden jubileum vierde. Ik deed hem goed en het was erg mooi. Ik hoop dat u terugkijkt op een geslaagde fusie, maar dat de voordelen van de fusie, dat u die in de komende periode echt gaat waarderen en gaat meemaken en gaat merken. Boerhaar en Komschaten ligt natuurlijk een heel eind van elkaar, maar ik hoop toch dat u elkaar opzoekt en dat u iets proeft van saamhorigheid, dat u nu bent verenigd in 12 parochies. Ja. De fusie is nu achter de rug, is geslaagd, maar eigenlijk komt het natuurlijk neer op het nafusieproces. Ik zou met een knipoog naar mijn Engelse verleden willen zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Ik wens u God zegen toe. En tot slot wens ik u allemaal een hele fijne Lebuïnsdag. Succes en proost. Van vonk tot vuur. Wat is het zo graag zo hier?